In de recentste aflevering van Merit at First Sight komen Anneke, 60, en Dirk, 77, nog eenmaal bijeen voor een eindgesprek met de experts Evelien Stallaert, 42, en Patrick van Veen, 52, en presentator Carlo Bossart, 54. Zelfs tijdens hun laatste ontmoeting laaien de emoties hoog op. Terwijl Anneke geniet van de herinneringen aan de huwelijksdag, en Dirk plezier put uit het gevoel van die dag, Verzamelen de experts en Carlo zich op de vertrouwde trouwlocatie? Ditmaal niet voor een sprookjeshuwelijk, maar om het huwelijk tussen Dirk en Anneke te ontbinden. Patrick en Evelien lijken duidelijk aangedaan door de breuk, vooral omdat er op de trouwdag geen tekenen waren van problemen. Anneke en Dirk kusten elkaar zelfs voordat de trouwambtenaar dat aangaf. Dirk is vol goede moed over de hereniging met Anneke voor het eindgesprek. Zijn aanstaande ex-vrouw wil vooral antwoorden op haar prangende vragen. Anneke begrijpt niet waarom zij gematst is met Dirk en vraagt zich hardop af of ze iets over het hoofd heeft gezien. Dirk deelt zijn diepe teleurstelling met Carlo, Evelien en Patrick. Ondanks zijn investering in de relatie voelde hij al afstand op de huwelijksnacht. Anneke wilde niet samen in de Jacuzzi, en de teleurstelling is duidelijk in Dirks stem wanneer hij vertelt dat Anneke de hele nacht met haar rug naar hem toe lag. Anneke voegt zich later bij het gezelschap en samen bekijken ze de beelden van de huwelijksdag. Carlo, echter. Kan de vrolijke beelden niet rijmen met wat er daarna is gebeurd en stelt Anneke hierover vragen. Hij vermoedt dat ze de schijn heeft opgehouden en vraagt zich af of Anneke een rol heeft gespeeld. Deze vraag raakt Anneke diep, ik heb liever niet dat je dat zegt. Ze benadrukt dat ze een geweldige dag heeft gehad en het experiment een kans heeft gegeven, maar dat de kans snel verdween. Carlo is echter niet tevreden en wil meer uitleg, ook over Dirk's uiterlijk, maar Anneke weigert verder te gaan om haar ex-man niet nogmaals te kwetsen. Ondanks de rollercoaster van het experiment zijn Patrick en Evelien bikkelhart. Ik denk dat we nu niet kunnen spreken van een experiment, want het is te snel gestopt. Dirk en Anneke zouden volgens hen meer moeten hebben gewerkt aan de opdracht om elkaar als persoon te leren kennen, in plaats van als partner. Hoewel Dirk en Anneke twee vriendelijke en seksueel ingestelde mensen zijn, zoals de experts uitleggen, wordt hun huwelijk beëindigd. Dirk heeft een brief geschreven waarin hij zijn gevoelens uit. Anneke vindt het verhaal echter erg lang. En de experts blijven het stel begeleiden om alles een plekje te geven. Merit at First Sight, Breaking the Eyes blikt terug op de deelname van oudkandidaten aan de RTL datingshow. In de derde aflevering vertellen Danny en François, die afzonderlijk meededen, over hun ervaringen. François blijkt meer contact te hebben met Rijn, die gekoppeld was aan Danny, en ze bespreken waarom hun huwelijken zijn gestrand.